Er is vandaag geschiedenis geschreven. Kinderen hebben gewoon hier die hele raadzaal overgenomen. En hoe? Niet gewoon een beetje leuk doen, maar scherpe vragen stellend. Heel erg nauwkeurig zijn ze nu al. En dat is slechts de eerste vergadering, dus het belooft wat. Onze kinderen van Amsterdam Zuidoost, met zoveel lef en durf en passie. Ik kan alleen maar trots zijn. Wat gaan ze nu eigenlijk doen? Wat de kinderen gaan doen van deze gekozen, of althans benoemde adviescommissie. Zij gaan een voorstel indienen. Ze hebben een budget van 5000 euro. En daar mogen ze een voorstel indienen dat wij als stadsdeel ook werkelijk ten uitvoer gaan brengen. Daarnaast gaan ze ook ons adviseren op een aantal onderwerpen wat zij zelf belangrijk vinden. Dus niet wat ik belangrijk vind, maar wat zij belangrijk vinden. Ook wat u belangrijk vindt. Ging de kinderen ook wat vragen, toch? Wij gaan twee dingen doen. Oh. We gaan ze enerzijds echt advies laten geven op zaken die zij belangrijk vinden. En daarnaast zullen wij ook een paar vragen aan hen stellen. Dus we gaan ze echt, net als een echte adviescommissie, ongevraagd en gevraagd advies. Die twee dingen gaan we met ze doen. U heeft het er vaak over gehad. Eigenlijk kunnen we zeggen, de kindercommissie is uw kindje? De kindercommissie is een van de meest, ja, echt was een grote wens van mij om dit te doen. En ik vind het zo leuk dat zowel het stadsdeel als mijn medebestuursleden hebben gezegd, hey, goed idee, let's go. En je ziet ook aan de kinderen vandaag hoe leuk zij dat vinden. En voor ons als stadsdeel, weet je, je kunt heel erg roepen in allerlei beleidsplannen, jeugd heeft de toekomst. Maar als we niet vandaag hier en nu beginnen met de jongeren een stem te geven, dan kunnen we niet van ze verwachten dat ze over 20 jaar ineens met z'n allen massaal naar de stembus rennen of zich verkiesbaar stellen of hun stem laten horen. We moeten hier beginnen met groep 7. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen om die kinderen een stem te geven. Hoe gaat u ze dan niet teleurstellen? Want kinderen zijn lekker hoop, ja, lekker onrealistisch, grote dromen. Bent u niet bang van, oh jee, straks moeten we zeggen, ja, dit kan niet, dat kan niet? Ja. Wat wij gaan doen is, de kinderen komen met voorstellen en misschien willen ze iets heel spannends, waarvan ik denk, oh jee, maar dat kost minstens 1 miljoen. Dan gaan we met hun zitten en dan gaan we hun goed uitleggen van, kijk, je hebt 5000 euro, wat je nu wil kost 1 miljoen. Maar dan gaan we met hun praten en in gesprek om te kijken, wat is de essentieel hieruit, wat we toch kunnen gaan bewerkstelligen. Ik zeg maar wat, stel, zij zeggen, we willen de Voice naar Zuidoost halen. Nou, daar heb ik geen geld voor, om de Voice hier te laten plaatsvinden. Maar ik kan wel met hun in gesprek gaan van, maar wat vind je leuk daaraan? Ja, ik vind het leuk dat kinderen, mensen hun talent laten zien. Dan zijn we al een stuk dichterbij wat wel haalbaar is. En dan kan ik zeggen, nou, oké, voor die 5000 euro zouden we bijvoorbeeld wel iemand die coaches bij de Voice hier kunnen halen en kunnen betalen met dat geld. Snap je? Dus je kijkt naar wat is wel haalbaar. Ik geloof niet in kinderen hun dromen, plannen en wensen plat slaan. Kan niet. Kan niet, horen ze al te vaak. Ook niet loze beloftes doen van het kan wel, maar met elkaar in gesprek gaan. Wat is de essentie uit dat wat je vraagt? En hoe kunnen we je daarin tegemoet komen? Net zoals het in het echte leven is. Ja, de kinderstadsdeelvoorzitter hebben we echt bedacht. Die gaat ook met mij op pad, voor zover haar school dat natuurlijk toelaat. Als ik mooie uitnodigingen heb. Maar ik laat haar ook, ga haar helemaal meenemen in mijn agenda. Zodat ze zelf ook kan aangeven van hier wil ik wel mee, hier niet. Dat lijkt me leuk. En ik wil 1 keer per maand, zegt ze misschien met u mee. Of misschien zegt ze wel, ik wil 1 keer per week met u mee. Is aan haar. Zij is de voorzitter van de kindercommissie, dus ik mag niet bemoeien met haar agenda. U bent collega. We zijn collega's en ik heb haar te respecteren. En wat ik ook onwijs leuk vind, is dat we hebben en een stadsdeelvoorzitter en we hebben 2 jongens die zijn gekozen ook naast haar. Dus het is net als bij ons, 1 dame en 2 heren. Dat is toch te leuk. En wie is de baas? Wie is de baas? Uiteindelijk de bewoner van Zuidoost. Oh, oké. Okay.